daar ergens. Zoek naar een prijs. Met het goede doel, jongen. Nee! Oh, ik was vergeten dan. Film zetten. Kijk, misschien. Oké. Okay. Hi. Yay! Nou, dit is mijn zusje. Kijk, dit is gewoon dit kooi, hè? Nou, dat is opa's oude. Daniel speelt vals. Dan oma is hier met hem. Wij zijn de Brega's, familievloggers. En het is vandaag zondagochtend. Ja. En wij zijn lekker aan het chillen. Maar voordat deze vlog gaat beginnen, willen we jullie vragen. Misschien hebben we het al licht voorbij zien komen. Voor de Zapp Awards. Voor maar liefst drie categorieën. Voor de categorieën beste YouTuber. En dat is voor ons hoofdkanaal, voor de Brega's. Op Instagram zijn we genomineerd. En in de muziekcategorie is Luan Brega. Duimpje omhoog, is je genomineerd. Dus we zouden het super leuk vinden als jullie op ons willen stemmen. Ga dan even naar zappawards.nl en daar kun je je stem uitbrengen. En dat zouden we heel erg leuk vinden, want misschien maken we dan wel kans op een leuke award. Nou, dank jullie wel. En ga heel veel stemmen dat wij gaan winnen. Ja. Het eerste wat je doet is dat je op de link klikt onder onze video. En daar zie je de link van zappawards.nl staan. En dan kom je op de site waar je kan stemmen. Scroll je naar beneden en dan zie je hem al staan. Stem nu. Wij zijn genomineerd voor drie categorieën, waaronder de favoriete YouTuber. En dat is deze categorie. En daar kun je ook even doorscrollen totdat je ons ziet staan. Daar staan we. Klik op kies. En we staan tussen de beste Instagrammer. Als je er ook even doorscrollt, zie je de Bellinga's staan. En als laatste kan je ons vinden bij favoriete track, de Nederlandse liedjes. En daar staat Luan Brega met duimpje omhoog. Ook tussen. Even goed doorscrollen, het zijn heel veel liedjes. Maar daar staat Luan en klik je op kies. Zo, inmiddels zitten we lekker aan tafel. Dankjewel trouwens ook voor al jullie stemmen als jullie hebben gestemd. Wij hebben hier lekker ontbijtje. Wat wil je die? Wat zie je die? De chocopasta. Wil je die op jouw kassijntje? Ja. En er zit nog iemand hier aan tafel. Eigenlijk kan dat niet, hè, Daniel. Eigenlijk kan. Daniel met zijn woezel. Ja, ik ga jouw kassijntje smeren, poppie. Ja. Oké, even kijken. Het is wel een echt dier, hè? Ja, ja, het is inderdaad. Michelle zegt, het is wel een echt dier, papa. Papa die doet alsof het soms een ons vierde kind is. Ons vierde baby. En, nee, ja. Woezel en Daniel zijn twee handen op één buik. Nee, ik heb Woezel uitgekozen. Ja, maar ik bedoel papa en Woezel. Dat zijn zo vader, zo baas, zeggen we dan altijd. En door het park liep hij heel staan. Zo. Ja, ook scheidt en alles, net als baasje. Dan zit hier alle holduizend tankjes in, pompen aan. Ja, Woezel. Ik zie het doen. En jullie lekker gedronken. Maar thuis hebben we gewoon een heel klein hartje, zijn we eigenlijk gewoon heel klein. Ja, inderdaad. En ze zien eruit alsof het hele grote wolven zijn. Tenminste, papa heeft het idee dat hij dat is. Maar als puntje bij paaltje komt, hebben ze allemaal een heel klein hartje. En Woezel loopt, dan blaft hij heel hard. En als dan een grote hond dichtbij komt, gaat hij meteen op zijn rug liggen. Gaat hij meteen zo liggen. Zo, oh, ik deed niks. Sorry, foutje. Gekke hond, hè. En Pip dan? Waar is Pip? Ja. Oh, ze ligt onder de tafel. Ze was aangevallen door twee ezels, voor degene die die vlog heeft gezien. Alles is weer helemaal goed met Pip. Ze is nog wel een klein beetje stil, zeg maar. Dat ze heel graag in de bench blijft liggen. Maar ze heeft gelukkig helemaal niks van de aanval gehad. Van de ezels. Ze zit een beetje te bibberen. Oh, nee, ze zit helemaal niet te bibberen. Hier wel haar pootje. Oh. Maar goed, ze wordt genoeg geknuffeld hier. Dus in dat opzicht is het allemaal helemaal oké met Pip. Hè, Messi? Zo, drinken en dan doet ze. Dit doet ze dan altijd. God met jou gemaakt van top tot teen. Niemand zoals jij, nee, zo is er niet één. Want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder. Jij bent toch een mooie dan de wereld onder. Nou, de kinderen die zitten al in de auto. Met Daniel. Ik heb mijn tas gepakt. Ik heb ook even een picknickmandje mee voor onderweg voor zometeen. Want we gaan eerst eventjes naar de kerkdienst. En daarna gaan we eventjes of een rondje wandelen. Of misschien even hier naar een speeltuin in de buurt of zo. En daarna door naar opa en oma. Maar, oh, verkeerde kant op. Maar voor nu eerst even op naar de kerkdienst. En kijk. En de kids zitten al in de auto. Hallo en opa en oma. Hallo. Is my God.
dezelfde 5 minuten zoologisch perspectief en tranen naast... Wie weet een leuke prijs? Wie weet een leuke prijs? Maar hoezo vraag je dat? Wie weet een leuke prijs? Mama heeft namelijk een heel leuk ideetje met deze menu. Oh. Wie een leuke prijs heeft? Ik noem er wel een paar op. Snoep. Ik heb ook nog ergens die plastic beker. Oh nee! Kirsten heeft die challenge en die had de pizza, die beker mee. Dus dat kan niet. Oké, wij zijn weer thuis. En de kinderen wilden heel graag een watermeloen. Die heb ik voor ze gesneden. Maar we gaan niet zomaar een watermeloen eten. Nee. Wij maken er een wedstrijdje van. We doen het spelletje. Wie het eerst deze watermeloenen op heeft, die wint. Zo ver ik kan en dan weer naar de volgende. Ja. Oké, maar je moet wel een aantal happen hiervan eten. Zoals ja, je moet proberen al het rode weg te eten. Al het rode. Al het rode weg. Oh, Lucilla, niet stiekem al beginnen. Luxie die heeft daar een lekker watermeloenetje op haar. Klaar! Wacht, mama is echt klaar voor de start. Klaar. Okay. Klaar. Nee, pas bij start, hè? Ja. Klaar voor de start. Af! Wat doen ze nou, Luxie? En Luan heeft al bij de volgende. Ja, maar het is toch niet helemaal leeg. Dus hij moet zo toch echt nog verder met... Nee, maar dat vind ik wel goed. Hé, maar hier zit de jury, hè? Ik ben de jury. Hij moet wel goed... Al het rood moet weggegeten worden. Ja, dat is nog een dingetje, hè? Gaat dit lukken? Gaat dit lukken? Of geven ze het toch op? Of denken ze, laat maar zitten? Of denken ze, ja, dat gaan we dus echt niet doen. Geen idee wat het gaat worden. Tot nu toe gaan ze nog door. Lucilla die heeft ook nog de smaak te pakken. Die geniet er ook van met volle teugen. En Luxie die denkt, het zal wel worst wezen. Ik eet lekker rustig mijn watermeloentje op. Lucilla die heeft al een hele goede hap in haar buik. Ja, je moet hem ook dooreten, hè? Doorslikken. Dan gaat de goede kant op. Maar wie gaat er winnen? Ik weer. Lucilla ligt aan kop. Lucilla ligt aan kop, Luxie. Zie je dat? Ja, Lucilla die ligt op dit moment voor. Want die zoekt een andere manier, maar toch blijft het toch bij de gewone normale hap. Het makkelijkste. Gewone, ja, dat gaat hem dus niet worden. Begint aan zijn... aan zijn laatste meloenpartje. Ze smullen ervan. Er blijft niks meer over van de meloen. Geen idee of mijn commentaar erg vermakend is. Maar we weten nog helemaal niet wat er te winnen valt. En Lucilla die is nog steeds bezig met een hele grote overvolle meloen. Die eigenlijk een beetje groter was dan... Dan we dachten. Ik kan het niet. En Lucilla kan niet meer. Ze heeft een volle meloenbuik. En Luxie? En de winnaar is... Goed gedaan, jongen. Maar Lucilla heeft het ook supergoed gedaan, joh. Het was op een nippertje bij mij. Ik vind dat een prachtige wedstrijd. Een nippertje bij mij. Een prachtige wedstrijd. Van Maar wat krijg ik als prijs? Ja, dat weet ik nog niet. Nou, ik vond het een fantastische wedstrijd. Volgens mij zijn jullie buikjes wel gevuld. Ja. Maar ja, wat is nou de prijs? Wat is nou de prijs? Ik weet het. We hebben niet echt een prijs. Ze gaan zelf een prijs zoeken. Op zoek naar een prijs. Wat ga je doen, Luan? Oh. In de cadeautjeskast. Ja, dat is de kast waar we altijd speeltjes krijgen van opgestuurd, hè? Ik weet niet of daar nog wat ligt, jongen. We hebben laatst heel veel weggedaan aan het goede doel, jongen. Zie hem kijken. Wat pakt hij? Wat pakt hij? Wat pakt hij? Nee! Nee, dat mag je nog niet zien! Luan! Oh, Luan, dat mag je nog niet zien! Oh! Oh, oh, ik was vergeten dat ik dat daar had liggen. Jongen, dat was voor je verjaardag. Oh, nee! Wat heb ik gedaan? Of jij hebt verhuizen? Nou, weet je wat het is? Ja. Wat is dit? Het is een camera, kan je onder water aan je step vastmaken. Allemaal eigenlijk, deze camera kan je overal... Wauw, oh, het ziet er heel veel uit. Beloof je me dan wel dat je er samen mee zal spelen met Lucilla? Ja, ja. Ja, want Lucilla die heeft ook heel goed meloen gegeten, hè, Sil?
Lucilla vindt het ook wel leuk. Oh, die moet je niet in de mond doen, schatje. Maar, ik had het eigenlijk een keer gekocht. En dacht ik, oh, dat vind ik leuk voor zijn verjaardag te geven. Dus die heb ik gewoon in de kast gelegd en een soort van vergeten. Dus misschien ook maar goed ook, anders was ik hem helemaal vergeten. Maar het is wel heel erg leuk. Maar mam, je vindt wel iets anders van dit logo, hoor. Hij is pas over een half jaar jarig, hoor. Pas in de zomer. Kijk dan. Hier hebben we hem. We hebben hem aangedaan. En dat is wel heel grappig, want hier zie je ook... Op deze camera kan je ook gewoon spelletjes spelen. Maar wat is die? Ik zag het nog helemaal niet. Grappig, hè? Die. Ja. Kijk dan. Wil je hem zetten? Kijk, je moet je hierbovenop drukken. Ja. Kijk, hierbovenop. Hierbovenop, oh, hierbovenop heb je een cameraatje en een video dingetje. Foto en een cameraatje. En dan kun je kijken wat je wil. Kijk, nu ben je aan het filmen. Oké, hij filmt. Luxie komt voorbij. Kijk, dat is Luxie. Hallo. En hallo cameraatje. Ik heb jou gekregen. En het is eigenlijk mijn allereerste action cam. Ja, dit is Luxie. En hallo cameraatje. Ik heb jou gekregen. En het is eigenlijk mijn allereerste action cam. Ja, dit is Luxie. Ik weet niet hoe de kwaliteit van de action cam. Het is dus een kinder action cam is. Luxie wil het ook. Het is weer een nieuw soort spelletje. Ja, elke keer op. Ja. Yay! Ik ben heel erg benieuwd naar de kwaliteit van deze action cam. Het is natuurlijk niet echt een action cam voor volwassenen. Het is echt een kinder action cam. Nou, wij zijn nu op mijn slaapkamer. En ja. Kijk, dit is ze. Ga ik hem even laten zien. Kijk, dit is mijn spiegel. Doe ik even daar de lampen van aan. Heel mooi. Dan heb ik hier al mijn boxen. En mijn discolamp ook. Doe ik daar ook even een lampje aan. Kijk, die aan. Dan hebben we hier. Daar ook nog een knopje. Dan gaat die aan. Dit is mijn mooie klok. En dit is mijn zusje. En ik heb ook een hamster. Heel cute is het. Kijk, even rechtop. Want hij gaat altijd helemaal zo naar boven. En dan gaat hij altijd vallen. Ik ga even kijken. Ja. Zie je? Kijk daar. Hij zit zo op de kop. Want hij heeft van die scherpe nageltjes. Kijk, dit is mijn schattige hamstertje. Want net zat hij in zijn huisje. Kon jullie het niet echt heel erg goed zien. Maar dit is mijn hamster. Heel erg schattig. En eigenlijk heeft hij een heel groot kooi, hè? Hé, Luxie? Ik moet echt eerst mijn kamer even opruimen. En dit is de andere vlogger. Hoi. Oh, vlogger. Vouwen we dit zo op. En zo op. Heb je hier het knopje. En dan doe ik hem erop. En dan heb ik een lekkere DJ koptelefoon. Dat is echt mij. Eens even kijken. Luan die is op zijn kamer bezig. Ik heb geen idee of de kwaliteit van de camera zo goed is als de camera's die wij natuurlijk zelf hebben. Hamstertje, want net zat hij in zijn huisje, kon jullie het niet echt heel erg goed zien. Maar dit is dus mijn hamster. Heel erg schattig. En eigenlijk heb jij een heel groot kooi, hè? Hé, Luxie? En eigenlijk, let niet op de rommel, jongens, wat ik net ook zei. Ik moet echt eerst mijn kamer even opruimen. En dit is de andere vlogger. Oh, vlogger. Vind ik nog wel echt de hele Hij mooiste Hij is helemaal vlog. In zijn rol van... zijn eigen videootje maken. Superleuk te zien hoe hij lekker met zijn eigen camera bezig is. Kijk, en Lucilla, die heeft deze. Die had ze gekregen van Sinterklaas. Dit is ook hetzelfde soort iets, maar dan in een camera spiegeltje. Kijk, en daar kan ze ook spelletjes op spelen. Dus Lucilla die speelt hier spelletjes op, maar ze kan hier ook foto's mee maken. En ze kan ook make-up fotootjes van haar maken. Hè? Dus je die kan bewerken met make-upjes erop en zo. Oh. Volgens mij is Luan nog steeds bezig met zijn camera. Dat is een hele lange video. Ik heb een hele mooie koptelefoon. Daar vouw je dit dan zo wap op. Kijk, ik zou het even laten zien. Eén dingetje zeker. Mijn filmrol op mijn camera hoeft hij niet meer te gebruiken. Dan kan hij mooi niet doen. Zit mijn camera in de vouwen dit zo op. Heb je camera? Oh, hij heeft hem hier met het knopje. En dan doe ik hem erop. En dan heb ik een lekkere DJ op telefoon. Dat is echt mijn. Nou, ik ga weer naar beneden. Kinderen die spelen even lekker op hun kamer. Ja, dus
Het is echt zo'n heerlijke, regenachtige zondag. We wilden eigenlijk even nog een wandeling maken in het bos, maar het miesert een beetje. Dus Daniel heeft even snel zelf de honden even uitgelaten. Want anders wordt iedereen helemaal zo nat en zo. Luxie die is een beetje moe, schatje. Dus ik ga even lekker Luxie op bedje leggen. Hè? Ja. Ja. Zo, waar gaan we naartoe? Luxie is weer uitgeslapen. Dan gaan we lekker eten bij opa en oma. Op, visite. Oh. Woezel en Pip mee. Oh, oh. Luan mee. Ja, moet nou vergeten jullie mee. Luan nog mee. Ik moet even het hekje dicht doen. Oh, gaat het hekje dicht gedaan. Oké, okay, op, nou de namen. Oh. Hey, Aske. Hey, Aske. Zo. Ja, Luxie heeft 2 uur geslapen, oma. Ja. 2 uur geslapen, hè? Zo'n vaste slaap. Zo'n vaste slaap. Nou, gezellig bij opa en oma. Maar toen keek ik even heel goed en zag ik die kamer die ik heel graag wou. Maar eigenlijk was dat al voor mijn verjaardag. Ja. Oh. Dus eigenlijk zag ik dit al. Dus ik dacht, ja, ik ben te vroeg. Je bent al lang. Ja. Nee. Oh. Dus ik kreeg maar 10. Maar kijk, met je verjaardag hoeft hij niks meer. Nou, dat is wel heel lief. Ja, dan krijgt de smaak te pakken. Ja, en begint snel hiermee. Ah, Luxie heeft de poppenwagen weer opgehaald. Ja. De kinderen dan toch zo vermaakt worden, schat. Zullen we er maar een potje dert in? Ja, hebben we ook wat te doen. Opa die heeft hier... Nou, dat is opa's oude visdoos. Is het zo? Maar dat is nu opa's een... Peltjesdoos. Dakpeltjesdoos geworden. Mooi, Luxie. Kan je hier wat moois uitzoeken. Ik hoop dat jij boelzaai haalt. Denk het niet. Is er nog een verschil? Hoeveel doe je er? Je mag het 3 keer gooien. Oh. Mag ja. Even nog een andere druk. Oh. Even voor een player druk. Nee. Doe maar. Hier. Zo. Boelzaai, hoor je dat? Ja. Ik zal niet alles doen. Netjes. Hij denkt dat hij mij kan verslaan. Dus we zien. Nou, niet slecht voor de eerste keer. Niet slecht voor de eerste keer. Papa heeft het eerste rondje gewonnen. Nee. Daniel speelt vals. Ik speel niet meer met jou. Okay. Nee, jij gaat er zo rekening in. Ja. We kwamen er niet uit. Bij de laatste 5 punten heb ik mezelf gematst. Je bent gekwalificeerd. Ja. Ik ben gekwalificeerd. Nou is het vader tegen... Nou, de oma is hier met de meisjes. Gezellig, alle kaarsjes aangedaan. Oh, nog steeds boekjes. Zo, nou Lucilla, ga je papa eventjes een bordje spannen? Ja, mijn zusje. Ik ben groot. Mijn pap. Ik heb ook een klein. Ben ik klein, hè? Ja. Ik ben groot. Papa. Ja. Ik kan ook nog niet. Ik ben groot. Wij gaan het woordje bellen gaan spelen. Hoe is die nou, zeggen jongens? Nou. Oh, nee. Oh. Je zat in de roeien, maar... Ja. Nou, dan lopen. Ja, dat is goed. Papa! Oeh, 7. Wie heeft er gewonnen? Mama! Hey, ik zei het, hè. Mama gaat winnen nu. Ik zei het, hè. Ja, nou wil nu wat tegen opa. Hey, mama heeft gewonnen. Je hebt gelijk, boxie. Nou, dus we hebben onze eerste woordjes gespeeld. Wat staat er, mama? Bellinga. Knap hoor, Lucilla. Oh, maar het puntje is gedaald. Bellinga. U had die regelt even de kaarsjes. Ja, ik regel even een nieuwe kaarsje. Ik moet eerst gooien. Ja. Ja, even wachten. Even wachten. Ik ben een beetje romantiek hier. Ja, romantiek voor opa en oma. Maar dat doet het niet meer. Ja, die is helemaal opgebrand. Hebben opa en oma zoveel bij gezoend? Ja. Niet meer doet. Oh, ik kan hem niet zo wegzetten hoor. Hier zo. Ja. Dat is spaarzaamheid van oma. Oh, daar! Wat is dat? Druk ze erin. Nee, dat past niet. Geef niks, dan is hij iets hoger. Ja. Als hij smelt, dan... Ja, dan mooi hoor. Smelt hij erin. Nou, Lulie, je mag gooien hoor. Je mag gooien. Daar liggen de bellen. Oh, je moet niet zo goed gooien, want dan kom, je drinken doorheen. Voor de oorzaken. Ja? Rust. Oh, nu focus. Je bent net aan je water. Doe aan uit de koos. Ja, ik. Niet met je armen. Nee, niet goed zien. Nee, Luc. Jij doet zo met je arm. Je moet uit je pols. Uit je oogje kijken. En dan zeg je boel zo. Kom maar. Rustig. Nee, ja. Ja. Nu ben je rustig.
Zo, nou, Luxie denkt, Lucilla is eventjes naar het toilet, dat is mijn kans. Dan kan ik weer een woordje spellen. Nou, Luan, heb je gewonnen, vriend? Ja, ik heb gewonnen! Ja, hier, ik heb gewonnen. Ja! Opa wordt donderdag 69, jij wordt vrijdag 5 en tante Sonja wordt dan ook ja. En neef Mitchell ook, dus we hebben 4 verjaardagen. Ik heb de donderdag, jij de vrijdag. Vrijdag? Ja. Dat is Vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en klik hier onder het belletje. Zie je graag morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen, maandag, nieuwe week. Voeg je hart, boem boem mee, wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee en blijf in staan.